Vandaag hebben we dus drie beroepsfotografen verzameld die alle drie een totaal andere manier van werken hebben. Ik denk, het is aan jullie om hen te gebruiken eigenlijk deze namiddag. Welke foto's trekken jullie graag? Wat vinden jullie fijn? En gebruik hen om extra informatie, extra trucs los te weken om die betere foto te maken. Goed, we zijn hier in Molenbeek. Het is niet de bedoeling om Molenbeek te documenteren, maar ik denk dat het ergens de bedoeling is om een aantal conflicten op welke manier dan ook in beeld te brengen. Andere kant van het kanaal, en dat is misschien wel een conflict eigenlijk, heb je, dat is eigenlijk een nieuw bouwproject in Gans Brussel. Dus Gans die buurt eigenlijk, op zich eigenlijk, gaat binnen dit en 10 jaar eigenlijk er helemaal anders uitzien. Dan heb je de site van Tour & Taxi, die binnen dit en 10 jaar er waarschijnlijk helemaal anders gaat uitzien. Ze gaan daar een park maken. Het ministerie van Leefmilieu komt daar, dus dat is zo'n hele buurt eigenlijk die in ontwikkeling gaat zijn. Eigenlijk. Dus dat kan misschien wel interessant zijn om te kijken. En ik heb dan de realiteit nu eigenlijk, heb je de mensen die daar eigenlijk een beetje met een overlevingseconomie bezig zijn, die eigenlijk gewoon bezig zijn aan het overleven eigenlijk. Dan eigenlijk beter verdienenden eigenlijk gaan wonen eigenlijk, maar die hebben een ondergrondse pakking, dus je gaat die mensen eigenlijk zelden zien op straat. Dus op een of andere manier dromen we wel altijd naar iets dat gaat komen. Op zich eigenlijk leven we altijd utopisch. Jij denkt ook dat je later iets wilt worden of weet ik wat ergens eigenlijk. Dus we dromen altijd wel van iets. Ja, daarom, ik woon daarom. Ik heb bij de politie niet zitten, maar ik heb niet meer op niks meer. Oké, jullie hebben hier een beetje vrij spel, een kwartier. En we spreken af aan de overkant, binnen een kwartier. Ja, er is een uitgang. Er is een uitgang, daar. Er is een uitgang daar. Oké. Daarvoor wil ik u nog een keer kunnen trekken.
gaan hier portretjes pakken. Het is niet de meest schone tropische buurt, maar om portret te pakken heb je dat niet per se nodig. Je kunt zo mensen afzonderen. Ja? Je kunt bijvoorbeeld een portret nemen van hem en hem tegen een soort muur zetten. Of bijvoorbeeld, kijk, daar is zoiets bouwvallig. Dat kan oké zijn voor een portret. Je moet er een beetje in de buurt rondkijken. Ja? Neem niet gewoon portretten van zo recht toe, recht aan. Maar zoek naar een beetje naar afgezonderde schone plekken, plaatsen. Sorry. Ja? Wij gaan jullie een beetje begeleiden. Goed? Wil je dat er daar staat? Nee, dank je. C'est bien. Meilleure photo jamais de toi. Hein? Meilleure jamais, c'est la meilleure photo jamais faite de toi. Je crois pas. Presque. Je moet echt geen schrik hebben. Maar ik ben zo scary, ik ben bang dat ze zo ineens gaan uitvliegen. Ik ben dan straks zo. Als je het vraagt, gaan ze niet uitvliegen. Ik heb het wel meegemaakt. Krijg je een ja of een nee? Ja. Ik heb hier al gefotografeerd en dan krijg je 5% ja en 5% nee. Toen ben ik te laat. Doe me wel eens vragen aan. Oké, maar nu het zelf. Het is een beetje lichter. Tot dan. Dus gewoon. Dus gewoon, dus gewoon. Je gaat een beetje dichter bij het onderwerp. Ik ken dat wel niet. Het is heel dicht. Nou, het is bien. Gaan wij foto's nemen voor? Mensen. Workshop de photographie, on prend des portraits des gens du quartier. Oui. C'est pour l'école en fait. Alors, question c'est que si elle peut vous prendre un portrait. Oui. Ça non. Non, juste un petit portrait. Non, ça va, pas de souci. Excuse-moi. Non, à l'aise. Au revoir. De volgende. Juste si elle tegenlicht, elle gaat donker zijn, en dat gaat licht zijn. Comme ça? Jij beslist, hè? Snuimelijk, hè? Mag ik het zien? Postaffers? Nu moet ik die snel rood op de spier hebben. Ik zou het lastig. Wat dan wil je? De persoon. Je ziet wel op de achtergrond, je hebt die boom, je hebt hier een lichtvlek en die trekt de aandacht. Dus eigenlijk zou je dat moeten leren uit ervaring om sneller te zien van oké, de achtergrond moet rustig zijn of wil ik rustig hebben voor dit beeld. En dan zeker niet zorgen dat je daar ergens een wit vlek hebt en als hij in de schaduw staat, dat trekt dan volledig de aandacht. Dus bijna alles, alles wat licht is, dat trekt aandacht. Maar voor de rest zijn houding was wel heel goed. Dus dan, voor de volgende keer. Ja, dat is goed. Je kunt zo een groot landschapsfoto nemen of details kan fotograferen, of beide. Ja? Stel voor dat jij dat doet en daarachter kijk ik naar je foto. C'est pas François Hollande, c'est il me l'a volé, François Hollande, il me l'a volé. Je jure, il me l'a volé. En je zag hoe moeilijk was het niet, hè? Nee, wel. Ja. Wij kunnen zo eigenlijk landschap fotograferen, maar landschap dat wil niet zeggen van schone ijsbergen of zo in IJsland. Hè. Dit is ook landschap. Ja. Maar als je dit gewoon zo fotografeert,
heb er heel veel rommel. Dat is niet schoon. Maar je kunt er wel iets mee doen eigenlijk. Maar dan moet je grafisch beginnen werken. Ja? Je moet letten op je compositie. Kijk, je hebt die lijnen hier, je hebt die lijnen. Lijnen van de banken. Lijnen van het gebouw daar. Misschien proberen ze om iets abstract te maken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja? Zeker? Mm-hmm. En nu de eer. Je sors comme ça de la maison. Ouais. Mais il faut que tu leur dises qu'ils doivent, où ils doivent se mettre, dans quelle belle lumière, avec quel achetement. D'accord. Oui, non, ce qui est aussi gênant là-bas, bon, c'est gros problème de. Toen nog maar eens. Zo. Ja. Ja. Zie eens, kijk. Klik, 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 klik. En zo gelaatse uitdrukking. Shoot. Poem. Gaan. Oh. Het licht is hier egaler. Ja? Meestal is dat mooier voor portret. Maar niet altijd. Niet altijd. Vous parlez français, anglais, non? Non, non. Vu que personne ne parle français. Wat abstracter wordt eigenlijk dat ze hier ja. Je denkt van, oh ja, dat is gewoon een goede kapot. Dus hier moet ik wat langer kijken eigenlijk vooraleer dat ik denk van, oh, dit is grafischer en ja, het is gewoon interessanter als hier. Doe je ook geen 3 Nee, Je hebt hier geen rust. Als je dat ziet voor je dat beeld, dan ja, je hebt hier een helemaal heldere partij. Ja. Dat je dan zodanig beeld hebt dat je hier een grote pilaar hebt, hier een pilaar en hier een pilaar. Maar dat dan veel dichter is dat je daar dichter op zit. En dat dan dat je eigenlijk met die ruimte een beeld zou maken. Dus we hebben net 3 foto's. Hè. Ja. Ja. Hij kijkt in de lens. Het is zo'n scherp. Ja. Het mag eigenlijk niet, want dat beter is. Hoe je met die lijnen, kleuren, die vormen. En je hebt wel een strak gevonden. Ja, het is gewoon een straatbeeld eigenlijk. Zo strak. Als je vastgrijpt, dan gaat het in zijn gezicht. Dat is gewoon een kwestie van geduld hebben. En even wachten. En een beetje meer bewegen. Een beetje dichter gaan, een beetje verder gaan. Nee, met die allemaal op de bank te kijken. Ja, precies. Non mais ça peut être un jour. C'est ça, d'abord.